Beste sportfanaten, beste basketbalfans, beste Leidenaars. Hier zijn wij weer met ZZ Leiden TV. En ook nog eens een keer met een bijzondere aflevering vanwege de Pasen. We hebben namelijk besloten om de leukste items van de afgelopen 10 weken daar een selectie uit te maken en de allerbeste items deze week te laten zien. Er is ook nog gebasketbald, zowel in Leiden als uit in Rotterdam. En die uitslagen laten wij nu even in beeld zien. En dan gaan we nu meteen door naar het eerste item uit deze reeks hoogtepunten van de afgelopen weken van ZZ Leiden TV. Twee minuten na de wedstrijd in de kleedkamer hebben we het meteen over dingen die beter moeten in het traject naar wat wij als team willen bereiken en wat we beter moeten doen. En eigenlijk ben je dan meteen al bezig met de volgende wedstrijd. Of in ieder geval het proces van wat je wil bereiken aan het eind van het seizoen. Ik zou zeggen, je zit goed in je vel, maar hoe zie je dat zelf? Ik zit best wel goed in mijn vel. De coach zet me in de juiste posities, mijn teammates, ja, die helpen me ook heel veel. Wat onder andere opvalt is dat heel veel spelers kunnen pasen, kunnen driven, kunnen ruimte creëren. Jullie delen de bal echt met elkaar. Zou je ook zeggen dat dat de filosofie van jullie als team is, van echt sharing the ball? Oh ja, zeker. Coach Geert, hij zegt altijd dat één op één kunnen we onze tegenstanders, one-on-one kunnen we gewoon altijd scoren wanneer we willen. En daar ben ik heel erg mee eens. Maar om gewoon samen te kunnen spelen en zoveel assists te hebben elke wedstrijd, is gewoon echt mooi. En laat gewoon zien dat we niet selfish zijn, dat we gewoon elkaar willen gaan helpen en het belangrijkste de wedstrijden willen gaan winnen. Komt ook heel mooi over als we jullie zien spelen, die chemistry die jullie al hebben. Ik hoorde laatst een andere coach zeggen van, goh, misschien om niet om je vast te pinnen op welke positie je moet spelen of zo, hoor. Maar misschien is Emmanuel uiteindelijk misschien ook wel meer een 3 dan een 4. Heb je daar zelf een idee bij? Voor mij, ik denk dat de basketbal zo, ik zou Engelse woord gewoon, het heeft, de basketbal is nu evolved, dus ik denk dat positie is wel belangrijk, maar niet echt zo erg als vroeger. Voor mij, ik speelde mijn sophomore year in college, speelde ik de 3. Je tweede jaar? Ja, mijn tweede jaar speelde ik de 3. Derde jaar de 4. En het vierde jaar 4 en de 5. Dus ja, ik kan die positie wel spelen, maar nu maakt het echt niet uit. Het maakt gewoon uit wat de matchup is, waarmee ik de team het beste kan helpen. Dus ja, ik maak me niet heel erg druk over welke positie, 3, 4, 5, dat maakt me heel druk over. Dus. Het is wel grappig, wij volgen natuurlijk alle livestreams en dan zien we nog wel eens bij de uitwedstrijden, de commentatoren leren het wel, maar af en toe noemen ze je toch nog Marijn Ververs. Ja, 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 dat heb je misschien je hele leven al. Of sinds, ja, dat die hoor ik vaak. Maar kunnen we ze dat nog leren? Moeten we ze nog opvoeden op de een of andere manier? Of, dat zou wel mooi zijn. Ja, zelfs een paar keer. Zelfs een paar keer dat ik nog Martijn word genoemd. Dat snap ik ook niet. Dat is dan een T tussen mijn naam heb plakken. Heb ik zelfs vanmorgen nog gehoord. Ja? Ja, niet in een uitzending, maar wel iemand die mij belde. Oké. Okay. Ja, ja, Martijn, hier komt heel, die vind ik heel, heel raar, want dan plak je zomaar een T in mijn naam. Ja. Maar dat ververs, ja, dat blijft er een beetje in zitten. Maak me ook niet heel druk om, hoor. We moeten ze maar een beetje blijven coachen. Ja. Kijk jij beelden terug, specifiek van jezelf of gewoon van jullie team? Ja, ik kijk best vaak wedstrijden kijk gewoon terug. Misschien niet hele wedstrijden, maar wel grote delen van wedstrijden. Ik denk dat je daar veel zelf van kan leren. Ook juist de dingen die je fout hebt gedaan. Dus niet alleen de scores, die zijn leuk om te zien. Ja. Maar juist dingen die wat minder gingen. Of weet ik veel, waar jij tegenstander bijvoorbeeld scoorde. Die vind ik altijd belangrijk om terug te kijken. Ja. En dit jaar krijgen we ook via de mail krijgen we wanneer jouw scores, je assists, je rebounds, eigenlijk al je statistieken, die krijg je in je mail en die kan je dus heel makkelijk ook terugvinden. Zo kan je heb je heel snel al je acties eigenlijk in een wedstrijd die je kan terugzien. Dus dat is ook heel handig. Ja, misschien is het handig om even beeld te schetsen hoe wij omgaan met het selecteren van spelers. Graag. Allereerst aan het begin van het seizoen, aan het eind van het seizoen maken we natuurlijk al een plaatje voor het nieuwe seizoen. Dan weten we wie kunnen we houden, wie kunnen we niet houden. Nou, om je voorbeeld te schetsen, Jarvis Williams, daar zijn we tot ver in, of zelfs tot begin augustus nog mee bezig geweest om die hier te houden. Dan zie je dus toch dat er een bod, en dat bod mag hij ook niet weigeren, laat ik daar heel eerlijk in zijn. Dat is zoveel geld en dan gaat hij.
Maar op dat moment hebben wij al de lijnen uitgestippeld voor wat we willen. Enerzijds is het natuurlijk altijd gerelateerd aan je budget. Budget is altijd lijnend. En dan weten we vaak wie we als Nederlandse speler zal hebben. Daar hebben we in de tussentijd hebben we nog wat contracten proberen te verlengen. Amerikanen proberen we te houden als ze een kans van slagen hebben. En anders gaan we op zoek. En het op zoek, dat was natuurlijk vroeger. En die geluiden hoor ik nog wel eens terug van we pakken een dvd'tje. Nou, de tijd van de dvd's is wat dat betreft natuurlijk helemaal achter ons. We hebben, er zijn een aantal partijen op de markt. Instead is er bijvoorbeeld een van. Kan je een abonnement nemen? Als je daar abonnement op neemt, dan zie je tot vorige week alle wedstrijden. Je kan alle beelden zien, alle stats. Tot 26 nulletjes achter de komma. Alles is te zien. Dan zie je bijvoorbeeld Martin Howard doet daar heel veel in. Die is zo ontzettend goed in die hele wereld van die stats. We hebben ook een eigen database gebouwd, heeft Martin gedaan. En daar zitten een aantal spelers in van de laatste jaren vanuit college. Die volgen we heel nauwgezet. En zo komen we uiteindelijk tot een aantal spelers gebaseerd op het profiel wat in ieder geval de coach graag wil hebben. You played on the same team as Clay Nivedi, you told me. Yeah, I played with Clay last year, and I know he played here a couple years ago. And when I told him I was coming here, he kind of gave me the rundown. And so definitely love Clayton, and I know he loved playing here too. Nick King. Yeah. You know him too. Yeah, and actually in Giddy, Giddy Potts, I they were on the same team in a little while for college, and I was able to play against them. They went to school about 40 minutes from me in Tennessee, so we actually played them twice. Very familiar with them too. To us, it seems like, well, of course, basketball is huge in the States, but right. At the same time, you make it seem like, it's really well connected and the players really, it's a small family. It's kind of crazy how all the connections I've had with some of the guys on the team here. Definitely rare. Well, let's do a final one. Michael Finke. Yeah. Yeah, so Mike, I actually grew up playing basketball on the travel circuit against him for years. So he was always the best player on this one team we always played. And then fast forward a couple years in college, he was considering transferring to Vanderbilt, my university. And he came to campus and I showed him around a little bit and stuff like that. So definitely, and then I've, like I said, when we were younger, I felt like I was playing against him every weekend. So definitely very familiar with Mike. Plaatsing voor dat EK door de Oranje Mannen. Wat vind je van die prestatie? Ja, dat is natuurlijk een hele goede prestatie, een mooie prestatie. En als, laat zeggen, bestuurder van het NBB, ook hetgeen waar je het eigenlijk voor doet. En toen hebben wij als stichtingsbestuur geroepen van weet je, het is wel leuk wat we doen. Mm-hmm. Maar willen we het basketbal echt verder zien te brengen, mm-hmm. dan moeten we toch weer proberen te zorgen dat alles weer in de moederschoot samenkomt. En dat is dus in ieder geval de lange termijn visie. Omdat basketbal is in Nederland te klein om op één pijler te rusten. We moeten proberen de pijlers die er zijn. En dat is dan, als je nou echt kijkt van waar we goed in zijn, dan hebben we natuurlijk het rolstoel basketbal van de dames. We hebben de 3-3, waar we zowel bij de meiden, bij de dames als bij de heren degelijk mee kunnen. We hebben ons nu geplaatst voor de mannen voor de EK. Dat zijn sportieve pijlers en die moeten we samenbrengen. Ook vooral in een commercieel beleid, want uiteindelijk is topsport in Nederland is een dure aangelegenheid. Ja. En de leden van de Nederlandse Basketbalbond die dragen relatief al heel veel bij aan hun bondscontributie aan de topsport. Ja, en dat moeten we echt gaan veranderen. Als we dat niet kunnen veranderen, dan hebben we echt een probleem. Dus dat is eigenlijk onze meest primaire focus om te zorgen. En dan werkt corona niet mee, dat kan ik je wel vertellen. Om in deze tijd te zorgen dat we de budgettaire ruimte via sponsoring, dat we die uit gaan bouwen. Zodat we gelden beschikbaar krijgen voor de topsport.
En dat we dus minder geld hoeven weg te nemen vanuit de bondscontributie, zodat we dat kunnen gaan investeren in de breedte sport. Zodat we ook gewoon betere jongeren, betere basketballers gaan krijgen. Ja. Hello everybody. I'm so glad that I'm here having the opportunity to say at least hello and thank you for everything you did for me. I cannot forget when I was in the hospital how many letters, flowers, fruits, nice packages you sent it to me to wish me good recovery. Mm-hmm. And I'm really thankful for that. It means really a lot to me. So I'm sending you all the best regards in this way. Hopefully soon we're gonna see each other in the live. But stay healthy and enjoy every moment of your lives. And I hope I see you soon. Three quarters of a season with Leiden, things you remember, things that stood out to you. Yeah, of course. Already playing for Donar. It was always you were always killing us mostly. No, but it was awesome just to come in 5 Mile and play a game over there, because the hot atmosphere that you can feel, the vibe, you know, and people so close to the court, and it was always fun, but always fair, I have to say, even then. Mm-hmm. You know, and then of course that when I had to start to play for Leiden, I was excited about that opportunity, how to feel that atmosphere, you know, and they are not cheering against me now, they're cheering me. Drago, you're wearing a fantastic sweater of the LA Clippers. Can you talk about your, maybe it's not a new career, because I think you were working for them already, but what is your role within the organization? No, so I'm now a consultant scout, international scout. That's the call of the job, and I'm let me say I'm following just professional basketball players. So I'm not watching the younger guys. That's not my job right now. So just guys who are above 22 years old who cannot go in the NBA draft no more. Okay. So I'm following them and seeing if, you know, there was some guy who were missed to pick on the NBA draft. Mm-hmm. And who could build up his career in Europe and maybe mm-hmm. find his path to go in the NBA again. Nu Gracie dan topscorer in de league is, mm-hmm. met een hoog percentage tweepunters. Yeah. Oh, iedereen helpt iemand anders en dan komt hij aan zijn makkelijke punten. Ik zeg niet dat hij niet hard werkt, maar hij werkt niet hard voor zijn punten. Mm-hmm. Maar dat betekent dat de rest hem dat gunt. Ja. En dat is een heel mooi aspect wanneer je kijkt naar teamsport, teambasketbal. Dus dat niemand aan een dag denkt van shit, ik weet je, 23. Shit, ik wil het wel hebben. En dat is mooi aan hoe zij nu spelen. Ik had het over je clubcarrière, maar jij bent ook international geweest voor Suriname. Ja, klopt. Wat betekende dat voor jou om voor Suriname te spelen? Heerlijk. Echt heerlijk. Ik heb het kunnen doen in British Virgin Islands. Dat was echt gaaf. Toen was ik nog redelijk jong. Maar Tim Duncan volgens mij. Ja, klopt. Echt zo mooi land. De ervaring om ook je land te vertegenwoordigen is gaaf. Ja. Maar de laatste keer heb ik het in Suriname kunnen doen. En dat was echt nog mooier dan in British Virgin Island. Omdat je dan mensen kon laten zien wat je eigenlijk hebt geleerd. Hoe je een team draagt en gewoon dat ze niet op YouTube of zo kijken, maar kunnen zien live van hey, dat is Sergio de Randami of zo doet hij het en goed of slecht, hij laat zijn team. Je kan het mee eens zijn hoe hij, of eens zijn of niet eens mee zijn met hoe hij speelt, maar we winnen. Dus dat vond ik leuk om te doen. Misschien een beetje een strikvraag, maar nooit spijt gehad dat je, want je had ook natuurlijk prima voor Nederland kunnen uitkomen.
Nee. Denk ik ook gered, geen spijt. Nooit, nooit. Ik kan nooit voor Nederland komen. Oké, okay. Oh, je had dan misschien al heel jong voor Suriname gespeeld? Of wat nee, omdat ik, ja, father time, mother time, toch? Je wordt oud, man. Ah, op die manier, ja, oké. Okay. En okay. Ik ben te laat Nederlander geworden. Ja, op die manier, oké. Okay. Ja. Ja, dus toen ik Nederlander was, was mijn eerste jaar of tweede jaar in Leiden. Juist, snap ik, ja. We hadden natuurlijk met enig bravoer gezegd van in 5 jaar Nederlands kampioen. Maar er moest eigenlijk nog alles gebeuren. En het mooie van meteen de druk erop zetten voor jezelf en alles en iedereen is dat ineens gaat ook iedereen echt aan de slag. En als je eenmaal bezig bent, dan komt er van alles op je af en dan gaan ook dingen echt lopen. En we hebben eigenlijk binnen no time die organisatie neergezet. En we hebben ook vanaf dag 1 gezegd, we gaan niet zoals in de jaren 70, 80 met één grote sponsor werken. We willen natuurlijk een hoofdsponsor, maar we willen met name ook een breed businessplatform bouwen. En ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ja, het was fantastisch natuurlijk dat je dan al in het eerste jaar ruim 60 sponsoren had. En we ook sportief natuurlijk met vallen en opstaan, maar wel de play-off, de play-offs hadden. Ja, de kwartfinale van de play-offs nog gespeeld zelfs in dat jaar. Ja, ja. En ja, wat natuurlijk geweldig was, vanaf dag 1 eigenlijk een volle bak. Ja. Het was gewoon vol. En ja, dan krijg je wel energie van, jongens, wij zijn op de goede weg. En we hebben toen ook gezegd van, geef ons 3 jaar de tijd. Reken ons niet af op resultaten. We hebben 3 jaar nodig om een organisatie te bouwen, aan die businessclub te bouwen. Maar vanaf jaar 4 willen we structureel meedoen met de top 4 in Nederland. Okay. En de geschiedenisboeken kunnen erop nagekeken worden. Maar in jaar 4 wonnen we natuurlijk de Nederlandse beker. Zeker. En in jaar 5, met een, ik denk de meest spectaculaire finale ooit. En dan met name wedstrijd 7. Werden we ook nog als landskampioen. Dat was natuurlijk ongekend. Top basketbal in Leiden, en ik denk dat dat voor een hoop toporganisaties geldt, is eigenlijk alleen maar mogelijk. Ja, natuurlijk met een goede businessclub. Maar ook, en dat moeten we niet onderschatten, met een geweldig team aan vrijwilligers die toch die organisatie neerzetten en zorgen dat alles loopt. En zonder fans zijn we ook nergens. Want uiteindelijk die volle hal, de ondersteuning van het team, de ondersteuning ook van de organisatie, die hele groep, die hele community om ons heen, die maakt eigenlijk dat het topbasketbal in Leiden kan bestaan. En daarvoor wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen 15 jaar. En ik ga ervan uit dat iedereen nog vele jaren met ons meegaat om nog hele vele mooie jaren te beleven en successen te behalen. Ja, ik kies er natuurlijk ook wel bewust voor om hier altijd te blijven. Het familiegevoel, het thuisgevoel, dat zit me wel. Ja, misschien maakt het me dan wel meneer ZZ Leiden of Mr. ZZ Leiden. Of gewoon meubilair. Ja, hoe belangrijk is het? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat ik dat heb kunnen afdwingen. En ik probeer me gewoon te verdiepen in de mensen om me heen. Ik denk dat ik daardoor een beetje misschien geliefd ben. Als ik binnenkom, probeer ik ook iedereen te groeten die ik zie. En ik denk dat heel vaak de kleine dingen zijn die mensen heel erg waarderen. Ook de mensen die de vloer vegen of wat dan ook, of de vloer neerleggen. Ik ken misschien niet iedereen's naam of wat dan ook. Maar als ik diegene zie, dan groet ik diegene meestal wel. En ik denk dat mensen heel erg waardeert. Ja, ik bedoel, ik snap dat de periode niet fijn is, omdat we niet hier fysiek kunnen zijn, maar probeer wel ons te volgen. Hè. Zorg gewoon dat je in contact blijft, want op het moment dat het weer allemaal mag, gaan de deuren open en dan willen we gewoon iedereen weer in de zaal enthousiast zien. Ik denk dat iedereen sowieso aan het popelen is om weer in de zaal te staan. Maar check de livestream. De livestream productie inderdaad. Die proberen met ons hele team natuurlijk, want er zijn natuurlijk Paul en ik, maar ook alle cameramensen die ons helpen, replay mensen, commentatoren. Ja. Ik wil ze toch even kort noemen. Ja. We hebben cameramensen, Koos en Ed. Ja. Remco als achtervang. Er zijn ook Peter en Jeroen bijgekomen, omdat we dus ook 2 extra baseline camera's erbij hebben genomen. Natuurlijk Martin Hoekstra voor het commentaar en Monique Bal en Sander Hekspoor vaak voor de replays. Dus echt een mooi teampje.
Nu hoor je het publiek niet reageren. Dus zit je alleen voor dat monitortje waar ik dan al die camera's kan zien. En moet ik op die knopjes drukken om het beeld voor de huiskamer te verzorgen. Maar nu mis je soms de emotie in het veld. Wat eigenlijk via het publiek naar ons toe komt. Ik doe het samen ten eerste met Martin Hoekstra, waar ik super blij mee ben. Want ja, hij is ook coach geweest in de Dames Eredivisie. Hij kan ook hele goede analyses erop loslaten. Dan kan ik lekker een beetje in meegaan. Aan de ene kant probeer ik juist inderdaad ook wel die emoties te brengen. En soms misschien ook wel eens even wat teleurstelling, maar ook blijdschap. We proberen wel elkaar daar, Martin en ik, en ook wel eens hè, met jou andere kijkers scherp te houden. Je wil gewoon een ambassadeur zijn van de sport. Hè, dus vooral ook al het mooie benadrukken. Maar je wilt wel geloofwaardig blijven door, ja, als het een keer, hè, we weten hoe goed lijden kan zijn, als het eens een keer wat minder is, ja, wel te benoemen. En nogmaals, altijd wel als ambassadeur, maar nou, die kanten proberen we in balans te houden en dat blijft altijd wel zoeken. Af en toe denk je achteraf wel eens van, hey, we hadden iets meer dit of dat kunnen benadrukken, maar ik denk wel dat het over het algemeen goed gaat. Ja, eigenlijk de laatste reis die we hebben gemaakt, dat was naar Krasnojarsk. Dat is Rusland en heel ver in Rusland. Dat was Siberië, geloof ik, hè? Dat is Siberië, ja. Dat is een vlucht naar Moskou. Altijd eerst landen op Moskou, dan overstappen. En op de vlucht van Moskou naar Krasnojarsk hadden we een speler die werd ziek. Dat was Braxton Huggins. Oké. Ja, die had waarschijnlijk onderweg te weinig gegeten. Dat is altijd wel een probleem met lange reizen, dat je met korte overstappen, dat de jongens die best wel wat eten nodig hebben, eigenlijk wat te weinig eten. Ja. En hij werd er ook niet goed in het vliegtuig, op weg naar Krasnojarsk. Wat water gegeven. We dachten dat dat goed zou aflopen. Mm-hmm. Totdat we uitgestapt waren na 7 uur vliegen in Krasnojarsk en hij in het vliegtuig achterbleef. Hij was toch niet helemaal zo goed achtergebleven. Ja. Uiteindelijk komt daar dan de medische diensten het vliegtuig in. Hij kwam in een rolstoel eruit, maar hij moest naar de medische post. Hij was echt verzwakt. Hij was echt verzwakt, ja. Maar in die kant van Rusland spreken ze geen Engels of echt helemaal niks. Dus eer dat we begrepen wat er aan de hand was, maar gelukkig hadden we Drago bij ons. En Drago spreekt Russisch. Oh ja, onze Kroatische vriend. Ja. Die kwam naar me toe. Hij zegt, ik ga je helpen, want anders gaat het echt niet lukken. Want ze spreken hier geen woord Engels. Dus wij gingen naar de post. De spelers gingen alvast weg, want het kon nog wel even duren. Gelukkig deed Drago woord. En Drago die zei op een gegeven moment van, het ziet er naar uit dat we naar een ziekenhuis toe moeten, want ze vertrouwen het niet. Mm-hmm. Oké, hoe gaan we daar dan heen? Nou, met de ambulance. Okay. Maar een ambulance daar in die kant van Rusland, die is vergelijkbaar met waar wij hier schapen in vervoeren. Yeah. Dus Braxton die lag op een stretcher en Drago en ik zaten daarnaast en moesten hem bij elke bocht vasthouden, want anders zou hij eraf vallen. Dus na een rit van een half uur, drie kwartier, waarin Drago helemaal opgevouwen zat om Braxton vast te houden. Kwamen we in het ziekenhuis. 2 meter 10 zo'n beetje. Ja. Drago zegt, we gaan hier naar binnen, maar we proberen hem zo snel mogelijk eruit te halen. Want anders blijft hij hier een paar dagen. En dat leek er ook eerst in instantie op uit te draaien. Maar Drago heeft zoveel gepraat dat ze zeiden, neem hem maar mee. Het valt allemaal wel mee. Hij moet goed eten, goed drinken. Mm-hmm. En dan zal hij weer opknappen. Maar uiteindelijk bleek het toch wel een behoorlijke griep te zijn. De angst op dat moment was ook dat corona was net uitgebroken. En wij waren bang dat we allemaal in quarantaine zouden geplaatst worden. Maar uiteindelijk was dat niet zo. Toen moesten we een taxi nemen. En dan naar het spelershotel. Dus uiteindelijk was dat wel een avontuur om daar in zo'n land zoiets mee te maken. Ja, ZZ Leiden TV is geen ZZ Leiden TV zonder de quiz, waarin die prachtige bal te winnen is, die hier op tafel bij ons ligt. En ook nog eens een keer een foutje voor de livestream. En de winnaar projecteren wij een nieuw in beeld van vorige week. Want dat was namelijk de vraag, welke vader en zoon speelden voor Leiden? De vader Elmax, de zoon bij Zorg en Zekerheid. En dat was Philip Schaftenaar, de vader. En Frank Schaftenaar, zijn zoon. En Franks broers Roeland en Olaf, zij spelen zelfs nog steeds. En zelfs ook nog eens een keer in Oranje. En in Spanje. Wij gaan naar de nieuwe vraag van deze week. En die luidt. Sinds Leiden weer in de Eredivisie speelt,
onder de naam Zorg en Zekerheid Leiden. Hoeveel bekers zijn er gewonnen? Echt grote stukken zilverware die in de prijzenkast staan in de lounge van de 5 mei al. Hoeveel zijn dat er inmiddels? U kunt het antwoord sturen naar zzleidentv@gmail.com. En ja, dan is die te winnen, niet te koop, die mooie basketbal hier op tafel. Volgende week zijn wij er weer en dan weer met een reguliere uitzending van ZZ Leiden TV. Tot dan!